Ik ben centrale verdediger. Ik ben best wel snel. Ik heb een strakke passing en ik ben echt een leider in het veld. Dit is de mooiste dag uit mijn carrière van voetballen. Ja, het is mijn eerste profcontract, dus ik ben zeker blij. Ik had zeg maar, van twee clubs concrete interesse en PSV, ja, ik weet niet, ik voelde me daar gewoon meer thuis. Dus daarom heb ik de keuze gemaakt voor PSV. Ik ben begonnen bij Advendo, dat is een hele kleine club. Daarna ging ik naar JK. En van JK ben ik gescout naar Willem II toe. En toen heb ik daar 5 jaar gespeeld. En nu speel ik bij PSV. Ik ben geen saaie verdediger, dus ik bedoel, zeg maar, ik ben best wel modern. Ik hou van indribbelen. Ik hoor in onder 16, maar ik ben al doorgeschoven naar onder 17. En ik voel me nu ook, ja, het voelt goed in het team. Ik word uitgedaagd, dus het is goed. Maar natuurlijk wil ik wel naar de onder 18 en steeds hoger, zeg maar. En stiekem droom ik ook van mijn debuut te maken bij Jong PSV bijvoorbeeld. Gewoon eerst goed ontwikkelen, zeg maar, hier bij PSV. Ook het eerste halen van PSV naar Duitsland, naar Hoffenheim. Van Hoffenheim naar Atalanta en van Atalanta naar Chelsea. Hoffenheim kies ik omdat zij vaak in Europa spelen. Ja, zeg maar, soms ook Champions League, soms Europa League. Dus daar kan ik me goed laten zien. En Atalanta is gewoon, ja, ik zou heel graag in Italië willen spelen. Daarom Atalanta en van Atalanta naar Chelsea. Dat ik voor het eerst werd geselecteerd bij Nederlands elftal. Dat was echt een droom die uitkwam. Ja, het was in het begin al wennen, maar ze hebben me goed opgevangen. Dus ja, ja, ik word er ook elke dag beter, dus dat is ook goed. Dat is echt goed, want het zijn echt goede jongens. En ja, je speelt ook echt tegen andere goede jongens. Dus het is echt goed. Het is een goede ervaring bij Nederlands elftal.